Ja, goeiedag vrienden van de sport. Welkom weer bij Deskazon. Hier namens Kasper en welkom bij deze vrije training. Het is weer een raceweekend, staat weer voor de deur. Dus wij gaan hem ook even weer rijden met door middel van de vrije training. Op de vrijdag, wat langzaam het standaard wordt. Ik rijd met het team van Racing Point. Het heeft toe te maken met de tweede plek van Sebastian Vettel. Hiervoor, een race van Azerbeidzjan. En natuurlijk de winst van Sergio Perez. Dus denk ik, ga gewoon een keer rijden met Racing Point. Ik heb even wat vrije trainingtijden weer uit de trommel getoverd. In 2019, want 2020 hebben ze hier niet gereden vanwege de COVID-19. Ik heb hier staan Lewis Hamilton, een 1.32.738. Heb je Flip de Fluikhead ook weer, die er weer lekker tussendoor aan het praten is. Ik heb Valtteri Bottas, 1.32.807. Lewis Hamilton, 1.32.7 zei trouwens. Derde plek is voor Charles Leclerc, 1.33.11. Max Verstappen rijdt 1.33.6. En de langzaamste was Romain Grosjean, die reed 1.37.620. Nu had ik bij Azerbeidzjan al bijna de tijd van Pierre Gasly. Dit is trouwens wel een vrije training 1. Ah. Laten we maar eens even naar buiten gaan. Ik had net ook al een poging gedaan om dit filmpje te maken, maar toen crashte weer mijn gele stuur. Zoals gewoonlijk, zo zeggen. Kijken of dat nu ook weer gaat gebeuren. Ik hoop het eigenlijk niet, maar we gaan er rood genoeg achter komen. Heb ik dit circuit al een keer gereden? Ja! Ik race dit circuit heb ik al een keer gereden met mijn eigen raceteam. Toen werd ik eerstes. Haha. Nou, ik hoop dat het nu mijn stuur wel werkt, want net werkte die niet. Ja, nu werkt hij wel. Mooi. Ja, wanneer race je dan? Nou, ik doe dus altijd livestreams met mijn eigen raceteam op de vrijdag op de zaterdag en of op de zondag. Ja, vrijdag dus niet, want dan doe ik dit dus. Maar op zaterdag, zondag doe ik altijd livestreams. Ik leg net aan wanneer er race op tv is. Ik ben er gewoon een grote racefanaat. Ik ben een grote NASCAR fan. Ik ben een groot Indianapolis of IndyCar fan. Ik ben een groot Formule 1 fan. Dus als dat erop is, ja, ga ik dat wel kijken. Nou, ja. Dan heb ik dus de vraag wanneer dat er is. Als het er niet is, dan race ik beide dagen. Livestream. Op zaterdag of zondag. Als er wel eentje is, dan doe ik of op zaterdag of op zondag. Rond de klok van 20:45. En ik heb ook met ETS 2 Gamer al een afspraak gepland om een keertje te gaan livestreamen met z'n tweeën. Dus met z'n tweeën te gaan racen. Mocht jij daar ook interesse in hebben, dan zou ik zeggen, reageer even hieronder. Ik ben nog steeds op zoek naar een leuk clubje. Een vast clubje waar we gewoon lekker gezellig mee kunnen loodtrappen op de stream. Goed, maar nu terug naar Paul Ricard, Frankrijk. Wat moet hij nog even winnen, deze trouwens hoor, want het gaat in ieder geval heel goed. Eerste vrije training gaat brennen. Oh, nou, bochie. Pegasus is als tijd 1.41.7.
Ah! ...39-0. En Romain Grosjean rijdt in 37-6. Daar valt dus wel wat voor te halen. Ja. 39-0 rijdt dus. Dat is wel interessant trouwens. 39-071. En Romain Grosjean reed in vrije trainingssector 2019. Ik citeer. 1.37.6. En ik heb deze ronde gereden met de witte band. Hier zit progressie in. Hij zit op een softband. Maar ik moet nog wel eens een beetje wennen aan dit circuit, want ik moet niet helemaal zeggen juf van het trouwens. Dus laten wij nou maar eens even weer op de rooiband vertrekken. En dan eens weer proberen om een vliegtuig te rijden. En dan met de rode band. Oei. Ik ben benieuwd. Hey, likes, vind je dit nou een mooie video? Zeg dan neem eens een bezoekje op mijn kanaal, Deskazolle. En probeer dan even om te abonneren als je het leuk vindt. Nu al. Verkeer voor me. Ik ga Räikkönen passeren. Ik heb een tover van Räikkönen. Dat is wel mooi. The bitch is loose. Mooie tijd trouwens. Het laatste stuk kan ik ook nog heel wat winst pakken trouwens. Zoiets bijvoorbeeld. Nee. Popbocht. Veel te wijd. Maar. 1.36.5. Hé, het is 1.36.6. Ik ben sneller als Romain Grosjean. Joehoe! Sneller als Romain Grosjean in 2019. Hoppa! Dat is lekker zeg. Even kijken wat nog reed hoor. Want dan betekent ook. Oeh, dit is interessant. Terug naar de garage. Sneller als de jongens rijden. In vrije training 1. Oh! Kijk hoor, ik rijd dus 1.36.5. Romain Grosjean reed in 2019 in 1.37.6. Robert Kubica, ja toen leefde hij ook nog. Hij heeft wel steeds hoor, maar kom maar goed. Reed 1.37.1.2. Nicolas Latifi, dus ik ben dan steeds sneller hè, let op. Reed 1.37.1.4.7. Antonio Giovinazzi reed 1.36.1.02. Dus was ik dus nu P18 geweest. Maar goed, wat rijdt nu een beetje... Want het was steeds geen vlekloos rondje trouwens, hè? De top rijdt... Badalarm. Sluit deuren en ramen. Oké. De top rijdt een 1.32.7. Nou, daar ga ik me dus niet aan wagen. Maar eens even kijken wat ik dan rijd. Op plek 10, dan zit ik op Alexander Albon, die reed 1.34.8. Dus dat betekent dat ik nog 2 seconden langzamer moet zijn, of sneller moet zijn, dan wat ik nu rijd. Oh.
Kunnen we wat meer, hè? Doe een zakje. Even kijken, wat is nou trouwens de soft is? Ja, 500. Dan zou ik dus in principe, als ik dat wil gaan rijden, zou ik dus nog voor plek 10 nog 2 seconden sneller moeten zijn. Poeh. Oké. Dat is wel pittig. Ja, we kunnen kijken of we misschien nog de tijd kunnen. Anders kunnen we een beetje gaan gokken op de tijd van Sergio Perez, wat hij toen reed. Sergio Perez reed toen. Ah jongen, loop het doorheen te lullen, man. Sergio Perez reed toen op de 11e plek. Die reed toen 1:34.809. Dat is ruim nog een seconde sneller. Andere 1.9. Binnen 2 seconden sneller. Wow, ik kan wel eens proberen. Ik moet zeggen dat die laatste bochten het nog niet echt heel hier van heb was. We kunnen ze even proberen. Hier even uit weer. Zo doen we weer een start circuit. Dan doen we er gewoon eventjes 2 achter elkaar. Doei, tot zo. Het is wel voor het eerst dat ik een keer sneller ben als ze in het echt rijden. Ja, vrije trainer, hè. Ja, zo moet hij. Dat is mooi. Deze bocht kan ook sneller nog. Maar pak ik hier nog een seconde op? Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Dit is een kuitibbel, dit. Tijd kun je zien trouwens, hè, aan de rechterkant bovenin. Hoppakee, een beetje te ver. Maar daar win je dus geen tijd op, zie ik. Ik heb een tol. Een tol van Hamilton. Jongen, druk je wat knopje goed in, jongen. Kijk, dit is wel mooi dit. Mooie tol erbij van Hamilton. Cool. Ik had het helemaal doen. Oh hier, bijna een seconde. Halve seconde dan. Weer die bocht aan. Doe nog eentje achteraan. Ik rij nu een 35.9. Kan sneller. Dit is bagger. Dit is drie keer niks. Ik hoop wel weer wat in. Maar dat was een baggerronde. Vind ik wel iets op deze bochten. Maar niet echt heel veel. Wel paas sector 2. Verlies ik op nu. Ik kan het ook duiden dat mijn banden eraan gaan. Ja, ik denk dat banden eraan zijn.
Nou, ik denk dat mijn bankjes eraan zijn, volgens mij. Zakt er 2 of sneller? Zakt er 3 en 4? Verlies ik... 1 en 3 is gewoon dikke niks. Ja, banden we eraan. Ik denk dat mijn bankjes eraan zijn. Banden zijn eraan. Ik moet terug naar de pits toe, dit heeft geen zin meer. Mijn banden zijn er aan. Maar, even kijken hoor. Ik heb dus nu wel een betere tijd nu gereden. Ja, dit wordt wel interessant zo voor mij hoor. Ik rijd nu 1.35.9. Pak even weer mijn telefoontje erbij. Even kijken wat er dan gebeurt als ik nog op de harde band, op de grillband ga rijden eventueel. 35.9 is... Tijd nummer 17. Nog steeds Antonio Giovinazzi. Kimi Räikkönen reed 1.35.5. Maar daar zit toch wel... Het zit er wel in trouwens hoor, die tijd. Die tijd zit er echt wel in. Ik maak nog wel steeds heel veel foutjes. Met name de laatste bochtensessie kan ik echt nog wel veel tijd winnen. Wat gaat er gebeuren als ik op de gele band? Wat geeft hij dan aan? Dan komt een verschil van plus 4. Oké, dat is niet echt wat je zegt. Deze dan. Ja, hartstikke leuk. We proberen er 1 keer. Zo, een keer de camera een keer aan laten staan. Dan kun je mij gefocust zien riezen. Doe dat gewoon een keer. Een keertje met de camera aan. Kun je mij ook zien sturen en riezen. Kun je dat leuk vinden? Nogmaals, vind je dit dan een leuke video? Zou ik zeggen, abonneren. Druk belletje om je op de hoogte te komen. Nou, komt-ie. Eens een keertje met de camera aan. Ik heb verkeer voor me. Lance Stroll. Als ik Lance Stroll intoets op mijn WhatsApp. Want ik WhatsApp altijd met mijn zus. Dan vertelt het Lance Stront. Nou, dat heb je niet vermerkt hoor. Hou. Gefocust, hè? Oh, wat is die man toch gefocust? Ik hoor dus nu al dat ik gewoon mijn eigen tijd nu niet meer zie. Lance Stroll in de weg. Ik krijg wel een ton van Lance Stroll nu. Lance Stroll! Niet goed dit. Ik denk niet meer dat ik nu sneller ben, denk ik nu. Nou, ik zie het niet meer, want mijn camera's zitten nu vol. Wat een poepbocht dit. Nou, reken dan maar. Oh, dit is ook zo'n nare bocht dit. Ja, geen snelle tijd. En nu Grosjean voor mij. Ja, doei. Hou maar op. Oké. Een botsing met Romain Grosjean. Die rijdt nu momenteel voor de Indy Cars. Terug naar de garage. Nou, we laten het maar zo, denk ik maar. Dit was de vrije training voor nu. Ja, ik ben toch een keer sneller. Ik ben wel blij om trouwens dat ik sneller ben als wat ze normaal in het echt rijden. Met de kwalificatietijd, of met de vrije trainingtijd. Het is ook geen kwalificatietijd. Ik denk, in kwalificatie zitten ze denk ik rond. Nou, we eens kijken. Hamilton 21.7, vrije training 1 is denk ik kwalificatie rond de... Nou, wat zal het zijn? 21 hoog? 28 hoog? Wat alarm. Dus ik denk niet dat ik daar maar aan ga wagen weer. Hey,
Nogmaals, bedankt weer voor het kijken. Dit was de vrije training. Ik hoop dat jullie dat wel weer een leuk video vonden. Ik vond het tenminste wel weer leuk om te doen. Het is ook wel een leuk circuit om in het echt te gaan racen. Dan moet je wel even race 2020 kopen. Dit spel. Het is nogal behoorlijk aan de dure kant trouwens, dit spel. Maar ja, wacht. Brandalarm. Ik ga het pand verlaten. Help. Oh, het is afgelopen. Maar dan moet je dit spel even kopen. Race 2020 via de Steam Workshop. Race 2021 komt er binnenkort uit. Misschien dat dan dit spel wel iets goedkoper wordt. Dus voor de mensen die dat spel niet kunnen betalen. Dan zou ik zeggen, ga dan naar 2020 toe. Alleen je hebt het ook, alleen met de auto's zit je een beetje. Het is niet de up-to-date auto's. Maar ja, goed, dat is wel bijzaak. Ik weet niet wat ik nu aan lullen ben, maar dat komt wel weer goed. Hey jongens, nogmaals een keer. En dames, sorry. Bedankt weer voor het kijken naar deze video. Laat een blauw duimpje achter. Like en share mijn video's. Vind ik dan hartstikke leuk. Vergeet ook niet om te abonneren. Zou ik heel erg tof vinden. Ik zeg, doe groen toedels en een dikke dag. Hoi. Brandalarm. Nu ben ik echt. Ik ben weg hier. Brandalarm.